Oké, het gaat over een boek dat heet Jerusalem en het is geschreven door Alan Moore. Alan Moore vooral bekend van comics zoals From Hell, V for Vendetta, Watchmen. Maar dit is dus een boek met heel weinig plaatjes en dit is heel dik. Jerusalem is een magisch realistische man over zijn geboorteplaats en woonplaats Northampton. En ik denk er zelf aan als het Northampton's dode boek. Het is een magisch realistische roman die je meeneemt in zijn eigen familiegeschiedenis. Maar ook van de oertijd tot het uitdoven van het licht van de zon in de wereld. Vanuit de geestenwereld en het dodenrijk tot alledaagse leven op straat. En het raakt aan zo ontzettend veel. Het is zo complex. En hij doet zelfs van die spannende dingen als een heel hoofdstuk gewoon in de stijl van Samuel Beckett schrijven. Of een hoofdstuk helemaal als een episch gedicht. Het is nauwelijks te beschrijven wat voor boek het is. Een echte aanrader dus. Jerusalem, Alan Moore.